Hénin Beaumont, sale, une dinguerie. Ja, in Frankrijk vind je overal parels en Engie is hier ook. Kijk, de koepelvormige berg, la police municipale. En hier komen we snack eten. Het ruikt hier al lekker. Oh ja, oh classico. Lekker man. We gaan kijken als we moeten betalen. En daar staat er eigenlijk nog een... Hoe zou ik het zeggen? Een doornroosachtig kasteeltje. Een Disney kasteeltje. Maar hoe kan het ook? We zijn in Frankrijk. Francia la famille. Kijk, en er is ook een paasfeest. Een Poolse paasfeest hier. 3 dagen. Het zal sowieso met eieren zijn. En daar het Disney kasteeltje. Minnie Mouse in Disneyland op zoek naar de beste snack van de stad. Le Prince. Jullie gewoon tosti eten. Hè? Hier, lekkere kaas tosti met tonijn. Nee, je moet gewoon iets in de maag hebben. Ah, daar krok. Ja, zo vattige klok. Oké. Ah, daar ook. Alleen maar sushi. Ja, wel, misschien nog dingen. Sushi Universe. Oh, joi. Maki San. Sushi Universe bleek de juiste keuze te zijn. La famille. Kijk eens hoe gezellig we daar zitten. Ik heb even het geluid moeten onderbreken, omdat er natuurlijk copyrighted music werd afgespeeld. Dus kijk, hier zitten we dan. Universe Sushi. Uitgebreid aanbod aan sushi. Was ook super lekker. Ik heb die geproefd. Lag niet op de maag en zo. Je hebt er puur met avocado daar waar ik nu op wijs. Een avocado roll. Sashimi. Dat is altijd pure zalm. Tartaar van zalm en tonijn eigenlijk. Schotels. Ik kwam niet voor de sushi, kijk. Dan heb je hier lekker pad thai. Alternatief is zelf pizza, maar het is pizza van sushi. Echt vreemd. Een hotdog van sushi en zelf een donut. Corn dogs. What the fuck, bruv. Dan hier, ja, de nems. Brochettes, crevettes, yakitori, Cantonese rijst en de soepjes. Ja, dat ben ik vergeten nu ik eraan dacht. We hebben wel deze genomen, kijk, de wakame, zeewier. Altijd plezier. Dan patai. Ik wou er echt voor gaan, maar in Europa, geef toe, ik heb nog nooit een lekkere patai kunnen aanschouwen. Het is altijd zuur. Bruur. Dus ja, tempura voor de kids. Bubble tea. Dan had je nog... Ik kan niet op de naam komen. Ja, even over de service. De service was echt een dikke 10. We werden vriendelijk binnengelaten. We mochten kiezen uit 3 zalen. Je had een normaal belichte zaal, dan de roze zaal waar we zaten. En dan een eerder poké-achtige zaal. Pokéball-achtige zaal, je weet wel, met bladeren en jungle-achtige vibe. Ze waren super vriendelijk. Ik had dan het fruit wat ik wou, was niet aanwezig. Dan mocht ik meerdere groenten in de plaats kiezen. Mocht ik meerdere supplementen kiezen als gochibessen. Kijk eens hoe lekker het geserveerd is. En een mooie glazen kom. Die glazen, waar we spuitwater uit drinken, zien er ook echt prachtig uit. Echt decadent. De wakame mooi in het kommetje. Het was echt zo smooth, zo mooi gemaakt. Ik vond wel dat de rijst iets zoeter smaakte dan bij ons, dat we in België of Nederland gewoon zijn. Het reek echt op rijstpap meer. Niet de structuur, maar echt wel die zoete nasmaak. Er zat ook speculoos topping in, met kaneel. Dat had ik niet gevraagd, maar dat was wel... Ja... Gaf een zoete toets eigenlijk. Tjallas, mijn man. Kijk. Ik geniet nog eens met een glaasje. En ik laat jullie verder. Ciao. Univers Sushi. U was een aanrader. En daar de zwarte bussen van het Franse noorden. Picardie. Azibi. Kijk, dat is allemaal te zien in de streek. We gaan naar het Disney Castle. Oh, een nieuwe iPhone. Ja. Oh, jullie, ik vond het zalig. Ze verdienen al hun pluimen, behalve het klein beetje plastic in ons mond. Maar we gaan daar geen drama van maken. Nee, want ik zeg altijd, als de plastic nu in je mond komt, wil dat zeggen dat je karma goed is en dat God u langs de ene kant heeft.
beschermd. Oei, Hotel de Ville. Wat betekent dat, Hotel de Ville? Is dat een hotel om in te slapen? Ja, stadhuis, goed zo. Ik ben slimmer dan ik dacht. En nu voor het geluk, in een goede zaak, een goede succes, gaan we rond het stadhuis gaan. En dan gaan we naar het eiland, het park van de eilanden. Oké. Daar heb je de drijrij van de cité, mamie. Kom, voor ze ons geld vragen. Hotel de Ville, Hotel de Ville. De detail in deze stadhuis, Rue Pasteur, de Pastoorstraat. En daar is de Virus Collection. Politie staat klaar om naar zijn wapen te grijpen. Oud retro speelgoed, rare baby's. Oh, een model. Modelwagens, model Ferraris. Kijk, zaklamp, de bijk. Wauw. Kijk, de Noordpool. Oude maquettes van boten, video's, raketten. En de Renaissance. Mooie winkel. La Friet Belge. Een Belgische frituur hier op de hoek. Café Bellevue. Bellevue, Bellevue. Balmain. The decade is also real here in France. Zeker in het noorden. En daar loopt mijn vriendin helemaal verloren. Kijk, we draaien ons even om en we bevinden ons in een speciaal park. Ik voel me weer een vogel in een vogelkooi. De hangende tuinen, wauw. En kijk hier, hoe het park is vervaardigd. Prachtig. Kijk, een speelplein, maar die lampen ook. Ik heb graag hoe ze die lampen hebben gemaakt in de stijl van het park. Van de architectuur. Bruine metalen. Zelfs hier ook. Dus voor de fully ervaring moet je er 's avonds doorgaan. En welkom in het kale park. Het kale open park hier. Achter het stadhuis. Waar je kan bezinnen als je op je documenten wacht. Je paspoort. Je reispas. Je CIS-kaart. En daar kan je zelf liggen. Een legstoel. Mooie mozaïek daar. Daar is de bushalte Frequentos. En daar is de Urban O'Creeler. Ja, het lijkt meer op een hondenpark. Een hondenpark. Een vuilbakje. We zijn ons spuitwater vergeten in de zaak. Is het een schip? Een picknicktafel? Ja, je kan het eigenlijk zien. Je kan eigenlijk hier zitten en pokeren of picknicken. Dingri. Ja. Willen voor andere collega's, dus daar niet vandaag. Officiële ingang. En daar terug naar La Friette Belge. We gaan terug naar de Waggie. Een mooi beeld. De duif die op de post zit. Op de bank. Is die wel echt? En we gaan stilletjes aan. Gaan we terug via deze rare plantenbakken. Naar ja, de hoofdtoren van Ena Beaumont. Alhoewel dat de parel achter mij staat. Dit heeft meer iets van een Italiaanse koepelachtige Romaanse toren. Terwijl achter mij dat we in de volle gotiek art déco zitten. Communistische partij hier in Francia. C'est une ville de communistes ici. Ena Beaumont. Il n'y a pas du beau monde, maar het is wel een Domino's pizza. Waar je loopbrood kan krijgen à volonté. Vintage mode voor tweedehands kledij. En de auto is weer nabij. Oosten.
entre Douai et Lens et naar Beaumont. C'est les vacances en la douce France. Nee, Jubi, ik rijd wel. We zijn er bijna. We gaan op weg naar Le Parc des Îles. Volg je mij? Vond je het een mooie city? Wat vond je het mooiste, Jubi? Deze? Ja, de kerk. Of daar? De Hotel de Ville? Maar, dat is mooi. Je kan ze niet vergelijken, het is altijd een andere stijl. Maar alhoewel, allemaal welkom hier in Beaumont et Halles. Tchallas.